Want eerst wil ik kijken of we nog wat input voor vervolggesprekken daarover kunnen hebben vanuit verschillende talkshops die zijn geweest. Aardgasloze wijken, Roelof Potters, die heb ik gezien. Ja. Mocht niet blijven. Ja, ja. In een coole zaal, Roelof. Niet gewerkt? Oh. Ja, nee, dat is volgens mij de meest coole. Het was wel heel goed toever hier zo. Je hebt twee sessies gehouden. Kan je heel kort vertellen wat de kern is van je betoog? En wat je graag aan deze mensen hier achter je nog zou willen meenemen vanuit het gesprek wat je in de talkshop hebt gehad. Dat praat wat makkelijker, ja. Zal ik me zo vaststellen? Okay. De kern van mijn betoog was aan de hand van een voorbeeld van een warmte-theo-project, warmte-koude project, wat wij met het waterschap Rivierenland en andere partijen in Arnhem aan het doen zijn, dat het heel ingewikkeld is om die projecten van de grond te krijgen, omdat je met en heel veel partijen dat samen moet doen, en omdat voor met name de bestaande gebouwde omgeving de business case gewoon, zal maar zeggen, gewoon slecht is, als je het gewoon simpelweg met aardgas vergelijkt. En de manier waarop we het daar oplossen is doordat we zeggen, nou, laten we niet al die complexiteit op onze nek nemen, maar beginnen waar het al wel kan. En in dat geval zijn dat een tweetal grote kantoorgebouwen die heel veel energievraag hebben en die door hier op dit systeem aan te sluiten al een start kunnen maken waarmee we gewoon aan de gang kunnen. En dan gaan we in een tweede instantie, een latere stap, gaan we dat uitbreiden naar de rest van de wijk. Ik ben ook in mijn verhaal erop ingegaan. In discussies kwam het ook heel nadrukkelijk naar voren van de grote uitdaging zit uiteindelijk om hele wijken te gaan verduurzamen en te zorgen dat iedereen mee gaat doen met van het gas af te gaan. En de vraag ook aan dit panel zou dan ook in feite zijn van ja, hoe zorgen we ervoor dat we ook daadwerkelijk op waar die kansen manifest zijn voor wijken de keuze maken om een TEO-systeem als voorkeurssysteem of in ieder geval als het ideale vervangend systeem in die wijk te kiezen. Heel typisch in de Arnhemse situatie speelde namelijk ook nog een rol. Dat je kunt daar ook kiezen voor het hoge temperatuur warmtenet wat NUON daar neergelegd heeft. En daar is, laat ik heel duidelijk zijn, helemaal niks mis mee. Behalve dan dat de warmte die zij hebben uit de afvalverbranding in dat geval is gewoon beperkt. En als je die in deze wijk inzet waar je een TEO-kans hebt, kun je hem niet in een andere wijk inzetten waar je hem ook vreselijk hard nodig hebt. Dus een goede planning en een goede sturing van welke warmte waar en gebruik de TEO-kansen waar ze zijn, is essentieel, van essentieel belang. En dat moet wel geregeld worden. Dat is een heldere boodschap. En fijn dat een aantal mensen in ieder geval jouw verhaal hebben kunnen delen vandaag. Want dat is ook wel de bedoeling. Om die potentie te benutten en die kansen te delen. Maar ook de belemmeringen met elkaar te benoemen die we nog moeten overwinnen. Om, laten we zeggen, van aquathermie echt een game change op korte termijn te maken. Oké, dankjewel. Een lofzang op Theo, dat is eigenlijk waar jij mee bezig bent. Ja, ja, en ik hou hem toch vast. Nou, het was gezellig. Nee, wij zijn eigenlijk, we hebben even geprobeerd de context te schetsen waarbinnen we Friesland zitten als het gaat om de hele warmtetransitie. En vervolgens ook wat voor aandeel Theo daarin kan spelen. En ook om uiteindelijk tot die gemeentelijke warmteplannen te komen. En we hebben bijvoorbeeld ook gezegd, dat weten we niet. Alleen we kunnen wel aan de voorkant meer onderzoek doen en meer inzicht krijgen in de potentie ervan. En we zijn provincie? We zijn provincie, Wetskip Friesland, dus waterschap en de gemeente. En uiteindelijk, nadat we een eerste inzicht proberen te kijken, gemeente ook weer een stap verder te helpen om met meer stakeholders het gesprek aan te gaan. Want daarmee ben je er nog steeds niet. Mooi, dankjewel. En dan gaat het om aardgasvrije wijken, Leo. En wat is jouw boodschap geweest die je aan je deelnemers hebt meegegeven, maar die je ook hier aan de mensen die vol verwachting daar achter de tafel staan wilt meegeven? Nou, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dit jaar en ook komende jaren 85 miljoen, en het wordt misschien nog wel wat meer komende jaren, beschikbaar om via gemeente projecten te ondersteunen, wijken te ondersteunen die aardgasvrij worden. Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als daar ook TEO-projecten in zitten en dat die projecten ook enige diversiteit hebben. Dat het niet bijvoorbeeld alleen maar uitbreiding van bestaande hoge temperatuurnetten zijn, maar dat je ook wat nieuwere, innovatievere concepten gaat krijgen. En ik zie daar ook wel een kans. Oké, en kan je nog vertellen hoe je die kans dan in twee zinnen kan benoemen? Nou, een van de opmerkingen, ik heb ook opmerkingen gevraagd. We hebben niet alleen getalkt, maar ook geshopt.
Een van de opmerkingen die ik me nog niet zo realiseerde is dat het ook een opmaat kan zijn, een Theo-project, omdat het relatief klein is, naar bijvoorbeeld een veel groter project met geothermie, waar je toch meer woningen voor nodig hebt, wat ontzettend ingewikkeld is om dat meteen voor elkaar te krijgen. En het is een oplossing met een relatief lage milieubelasting. In de zin met individuele warmtepompen, met bodemwarmtelussen, heb je glycol in de grond met risico's. Of je hebt geluidsoverlast bij warmteluchtpompen, je hebt biomassa met... Gewoon heel veel voordelen. Het is wat dat betreft een mooie techniek, ja. Dankjewel. Ik doe geen recht aan wat jullie allemaal besproken hebben aan het verslag ervan, maar bedankt voor je bijdrage. De governance van Theo, Bart Budding. Nou ja, aan jou dezelfde vraag. Wat geef je graag mee aan dit panel? Nou, we hadden wel een interessante discussie. Ik heb het vooral gehad, het heette de governance, maar ik vond eigenlijk samenwerken veel interessanter. Hè? Wat kan je nou doen om samen projecten te gaan maken? En er kwamen wel een paar interessante dingen naar voren. Die keten is heel erg complex. De kaststromen, de belangen zijn vaak tegenstrijdig. En het heeft zin om daar als waterschap bij aan boord te zitten, om dat te helpen faciliteren. Nou, ik ben een vrij eenvoudige econoom, dus ik schetste wat dat commercieel allemaal kan betekenen. En eigenlijk kwam in allebei de groepen naar voren, moeten we er wel zo commercieel in zitten? Moeten wij wel ondernemen? En mogen we dat wel? Dus dat vond ik wel interessant. Had je ook potentiële ondernemende partijen aan het houden? Die spraken zich niet uit. En wat we verder constateerden, en dat heb ik wel vaker gezien, is dat de warmtesector notoire slecht is in het in beeld brengen van alle maatschappelijke baten. Dus er wordt erg naar de kaststroom gekeken en eigenlijk niet zo heel goed naar de waarde die gecreëerd wordt. Nou, als maatschappelijke organisaties kan je daar toch wel echt een rol in spelen om dat ook beter te gaan doen. Dat is een heel goed advies van een econoom. Ja. Wat je hier wil laten, of had je nog een laatste? Nee, dat is een objectief advies. Waar ik verder nog wel een beetje van stond te kijken, is dat er gezegd werd, ja, je gaat al veel te ver. En het feit dat we hier ons mee gaan bemoeien is genoeg innovatie. Dus die rol van ons, die moet niet noodzakelijk heel drastisch veranderen. Oké, dankjewel. Die is interessant. Daar gaan we straks op verder, weet ik zeker. En dan het versnellen van Theo. Daar heb ik de naam opgeschreven van Ron Nap, gemeente Apeldoorn. Je bent de laatste. En dus in een paar zinnen mag je nu echt een donderende verslaglegging doen. Helemaal een soort uitsmijter. Nou, twee keer een sessie meegemaakt met een ontzettend hardwerkende en meedenkende groep. We hebben vooral gekeken naar de ervaring vanuit de klimaatadaptatie en vanuit toekomstige wijken en bodem en ondergrond. Hoe je met meervoudigheid van investeringen om kan gaan. Het werd net ook even benoemd, hè, als advies. Het maakt het spel uiteindelijk om te kijken van hoe je zaken kan meekoppelen. Hè. Kijk, zo'n gemaal, zo'n met zijn Theo heeft er altijd gelegen alleen voor het waterbeheer. Maar die kan je opeens op een gegeven moment zo'n energiefunctie gaan geven. Hoe kun je nou eigenlijk gewoon dit soort projecten in gebied additioneel maken? Waarbij je zegt van ik ga echt bepaalde functies en bepaalde wensen gewoon steeds koppelen en stapelen. En zodat je uiteindelijk het niet op slot zet, maar dat je steeds weer met een investering weer een nieuwe mogelijkheid creëert van een ander aspect. Dus dat je dingen additioneel kan blijven toevoegen. Dat is een soort spel. Het is een spel wat uiteindelijk ervoor zorgt dat je niet als stakeholders met elkaar bezig bent. Het werd net ook al benoemd, hè, en op de belangen gaat zitten. Maar dat het juist interessant wordt als shareholders. Hè, dat je die dingen samen gaat doen, de samenhang en de systemen veel beter gaat ontdekken. En dat op die manier in feite investeringen of gedeeld kunnen worden, nieuwe baten gecreëerd kunnen worden en ook gewoon kosten bespaard kunnen worden. We hadden eigenlijk het thema, en dan maak ik het mee af, versnellen. En je zegt van ja, maar dit wordt alleen maar heel ingewikkeld en complex, werd gezegd. Ik zie hier geen enkele versnelling in. Maar ik kan je verzekeren, op het moment dat je als stakeholders bezig bent, dan gaat het lang duren. Ben je als shareholders bezig, dan is het veel aantrekkelijk, gaat er veel meer energie, gaat het echt absoluut sneller. Dus ook hier begint die governance en gewoon het resultaat uit projecten begint gewoon op basis van samenwerking. Dankjewel. Alle hartelijk dank voor de toelichting op de talkshops.